iedereen, leuk jullie kijken naar al deze games. Vandaag gaan wij verder met al die Sven Mil. En jullie vallen bijna. Johan, we willen eventjes in het begin iets zeggen. Wij hebben hier een hele tas met alle Sven Mil zitten. Ik denk 100 of 80 brieven. Eerst zat alles op volgorde, dus bijvoorbeeld links zat het oudste en rechts het nieuwste. Maar toen wij naar Disneyland gingen, hebben we het een beetje overhoop gegooid. En nu zit alles door elkaar. Dus ik weet niet meer wat eerst kwam en later kwam. Ik weet het wel een beetje, maar dan weet ik het helemaal niet. Ik weet het totaal niet, want het ligt hier. Ja. En weet je wat het ook is? Je moet geluk hebben nu eigenlijk, als we de Venmo openen. Maar als je hem hebt gestuurd naar het adres met helemaal goed opgeschreven, dan moet hij hier in de tas zitten. Ja, dus hij komt ooit. Ook hij komt ooit, ook al weet het, als we, als we 80 zijn. Oh, oh, je hebt een brief. Gefeliciteerd met de 20.000. Oh, dat was een paar jaar geleden. Oh, oh, zijn we. Ja, zo dus. Nou, in ieder geval. We gaan beginnen. Yes! 3, 2, 1. En als je ook naar Venmo wil sturen, het adresje, daar staan we voor, staat in de beschrijving. En ik ga de tas neerzetten. Ja. And here we go. En zoals je ook ziet, hebben wij vandaag onze Alles Games nieuwe t-shirts aan. Want als je nog niet wist, we hebben nieuwe designs. En ook in een beetje zomersachtig shirt en alles. Jongens, we gaan lekker beginnen. Kom hier. Ik heb er zin in, jongens. Ik zie weer heel veel. En ik zie... Dat we weer mogen gaan schrijven. We mogen weer gaan schrijven hoor. We mogen weer een handtekening sturen. En een poppetje. Ja, leuk. Oh, oh, dat zijn van die gummy dingetjes. We zetten ze hier neer. Oh, boven zijn van die plakkers. Die kan je op je voorhoofd plakken. Oh, hè? Nee. Oh. Nou, dan plakken we hem hier. Hier staat het voor al die games. Heel klein. Zo, met een S. Oh. Ah, zo weer anticlimax. Ah, dat geef ik niet. Oké. Okay. Wat zit erin? Dat is Dikkie Dik. Dikkie Dik. Dikkie Dik. Oh, wat staat erin? Team ATG. Yay! Yeah. Heel kleine brief. Dankjewel voor je fanmail. Daar heb je zo'n mening. Oh, dat al. Oh, Brecht. Dit is uit Brecht. Zo, hè. Hey, voor Brecht. Oh ja, dit bedoel ik. Ja, dat bedoel ik. Ik denk dat dit handtekening is. Yes. Ja, dat is voor handtekening. En een brief met weer veel... Oh, dat is één. Oké, tekst. Oké. Okay. Beste Baba Roy, mijn naam is Brechtje. Ik ben een hele grote fan van jullie. All These Games is gewoon het beste game nou ever. Ik kijk al jullie filmpjes. De leukste series vind ik Beyond Two Souls en Bo vs. Damien. En ook Minecraft. Het leukste aan Roy vind ik zijn grappige scheldwoord zoals Goordoek. Ook vind ik het heel grappig als hij boos wordt zoals bij Cat Mario en Flappy Bird. Oh, bij Bo vind ik de nee heel leuk. Het zal dus niet zo zijn. Nee, nee, nee. Maar ik heb eigenlijk twee vragen. Wanneer doen jullie weer een horror game zoals Slender? Ik mis het. Nou, ik denk dat deze brief al ouder is. Natuurlijk is er weer Daylight geweest en Outlast. Dus het horror is weer een beetje Horror is weer een beetje terug geweest. Ja, en binnenkort misschien ook nog wel wat horror. Hey, wink wink. Twee, willen jullie als je tijd hebt een blaadje met jullie handtekening naar me opsturen? Dan kan ik een inlijsting ophangen. Dat zou ik heel top vinden. Brechtje, ja. Nee, jij niet. We hebben er echt geen tijd voor. Nee. Dag Brechtje. Doei. Nee, tuurlijk. Doeg, PS, sorry voor de fouten. Ja, fouten van het al die Oh nee, geef er een meis. Hartstikke leuk. En die mooie envelop van je komt weer jouw kant op. Dankjewel. Kruimer. Maar. 3, 2, 1. En dit is de volgende. En het is een, er zit wat in, jongens. Ja. Er zit wat moois dat in. Dat vind ik altijd spannend als er wat in zit. Dus als je dat moet zo openmaken, doe er iets opvallends ja, in. Ja, anders stop je de drol van je kat erin. Doe dat maar even niet. Ik heb het nu wel gezegd, maar doe dat er maar niet in. Dan, Oh, zie. Oh, weer van die bandjes. Die hebben we vorige keer ook gehad. Oh, en een pakketje. En een pakketje. Dit is een vulkaansteen. En loombeds. Looms heet ze, hè? Looms. Ze zijn helemaal een rage nu. Ik ga deze. Ja, ik wil die. Ik wil die. Ik wil geen roze. Ik wil mooi geel en oranje. Teken. Wow, er zit hier veel in, hoor, joh. Jeetje. Dat is echt een vulkaansteen. Oh, leuk. Ik zie er zelfs glinstering in. Leuk, wat is dit? Dankjewel voor de vulkaans. Oh, we mogen iets terugsturen. En wat heb je een mooie envelop daarvoor gebruikt? Oh. Oh, zit er wel eens een pen bij? Dit is een pen. Zo'n injectiepen. Ja. Nou, kijk, jongens, dit is weer goed geregeld. Het adres staat erop, dat laat ik niet zien. De postzegel zit erop. En de blaadjes zitten erin. En een pen. Nou, hé. Hey. Daar houden we van. Dat hey, Dolores. Of ik weet niet of ik het goed zeg. Super. En dan nu de brief nog. Dan gaan we nu de brief doen. Zit er nog wat in? Oh. Ja, zit er nog wat in. Maar ik ga de brief alvast voorlezen. Lieve All These Games. Ik vind jullie video's heel leuk en ik hoop dat jullie nog heel lang doorgaan. Ik ben zelf niet echt goed in brieven schrijven, maar ik probeer het toch. Maar ik ben al helemaal niet goed in tekenen. Dus geen tekening. Wat is het? Justin Bieber. Justin Bieber, is die van mij? Ja. Grapje. Oké, okay, op boven je bed hangen. Dus geen tekening. Het leukste van Bo vind ik de nee. En het leukste van Roy vind ik zijn gekke gezichten. Ik heb ook nog een paar spulletjes voor jullie. Het roze armbandje is voor Bo en de poses ook voor Bo en de rest voor Roy. Dus ik krijg de steen. Hoeveel poses zijn het? Ja, veel. Oh. Doei. Doei.
Dit is visite. Ja, dat is visite. Oh, yes. En PS, mag ik jullie handtekening? Nou, Dolores, nee, omdat je zo netjes hebt gedaan, mag je hem niet, mag je onze handtekening niet. Nee. Helaas, moet je mijn lelijke doen. Grapje. We doen echt, echt vervelend. Ja, mij, en jij doet nee, Dolores, jouw onze handtekening komt naar jou toe. Dankjewel. Bo zit alweer te graaien, jongens. Attentie. Ik heb een diddelbrief. Ah, wat mooi. Oh, met een mooie sticker. Ik denk dat we weer mogen gaan schrijven. En dan geef ik het. Ik leg alles apart. Bo en Roy en ATG. Oh. Yes. En nog een pen. Het is weer goed geordend. Oh jee. Nog een pen. Nog. Oh. Oh, en een envelop. En een envelop. Oh jee. Weer zo mooi geordend. Nou, ja. Jongens. Wat zijn jullie creatief en mooi geordend? We hadden het er nog over. Ik hoop dat het goed geordend is. Dat is allemaal prachtig. Oké, de brief. Ook een diddelpapier. Oh, wat creatief. Hey Bo en Roy, jullie zijn mijn voorbeeld. Ik kijk al jullie filmpjes, behalve de horrorfilmpjes, die vind ik te eng. Ik hoop dat jullie nog lang niet stoppen. En hoe verzinnen jullie lulusjes en goordoek? Jeetje mijn kreetje en Jantje mijn kuntje. Ik kijk jullie elke dag, ik kan gewoon niet zonder jullie. Voordat ik het vergeet, willen jullie bijvoorbeeld Twitter Danique de Beer. Met veel kusjes, Danique, je grootste fan. PS, de pennen mogen jullie hebben. En willen jullie je handtekening op het blaadje zetten? Het adres staat erop op en zo. Nou, Danique de Beer. Tuurlijk. Oh, ben jij berengoed? Wat? Waar is de envelop? Dat kan jou, die ligt daar. Is dat hem dan? Ja, dat is hem. Oh, oké, okay, super. Hé, hey, Danique, jij krijgt ook handtekeningen. Dankjewel. Alsjeblieft. Wat? Je mag graaien. Mag ik graaien? Je moet er niet voor betalen voor het grabbelen in de grabbelton. Ja, 50 cent. Dat deed ik vroeger altijd bij de rommelmarkt. Oh ja, als je van die grappen komt. Ja. En ik heb een roze. Ook wel een roze. En roze. Oh, zit heel goed vast. Daar ja, ik... zo. Volgens mij, we zeiden ook een keer in een fanmail van, als jullie het maar heel veilig opsturen, maar niet te veel plakband. Nou, dit is het dus wel. Dit is veel te veel plakband. Plakband. Maakt niet uit. Er zit zelfs nog wat heel wat in. Weerlooms. We krijgen zo'n arm looms straks nog. Jezus. Oké, welke wil jij? Volgens mij zijn ze hetzelfde. Dus je krijgt nog meer looms. We hebben er twee. Juhu! Oké. En een briefje. Oh jee. Oké, okay, daar gaan we. Beste Roy en Bo. Als ik mocht abonneren, had ik dat al lang gedaan. Hoi, ik ben Lenke en ik kom uit België. En ik ben een van de Je doet het weer een mond. Oh, jullie grootste fans. Toen ik jullie video's voor het eerst zag, wist ik dat dit mijn leven compleet maakte. Ik ben wel 10 jaar, maar ik vind de horror games geweldig. Ik zoek in elke winkel die ik tegenkom Arizona of cola vanille. Red Bull mag ik spijtig genoeg niet drinken. Dat is ook niet gek hoor. Een van mijn lievelingsvideo's voor jullie zijn... Sorry, ik heb er geen. Jawel hoor. Maar allemaal, want ik kan zeker niet kiezen en Roy of Bo. Kunnen jullie misschien het spel Mario op de Wii spelen? Ik weet niet waar dat een keer van. Misschien in de toekomst? Never know. En Roy, ga je nog verder met de Alice the Madness Returns? Nee, helaas, sorry. Sorry, ik kan het niet schrijven. En het laatste wat ik te zeggen heb, love Hunger Games en mogen de kansen immers in je voordeel zijn. May the odds be ever in your favor. En Roy, als ik eerlijk ben, ben ik een beetje verliefd op je. En ik droom dus om jullie te zien. Doei, Bo en Roy. Van Lenka. Hopelijk vinden jullie de armbandjes leuk. Nou, kijk eens, ik heb hem zelf om. Ja, hey. Ik ook. Hey Lenka, dankjewel. Dankjewel, girl. Ah, Bo, die grappelt als een gek. Oh, deze zit zelfs open. Oh, nou, die denkt van we doen geen plakband meer. Oh, we hebben armbandjes, maar dit keer touw. Oh, we krijgen touwarmbandjes hoor. Ja, deze neem ik. Bo, we krijgen echt zo'n arm. En zoals wat ik net zei. Oké, wat is jouw brief? Het is mijn brief. Sorry hoor. Dat is weer zo, hè? Ja. Bo en Roy hebben special place in mijn hart. Oh, hier staan allemaal woorden op. Die doe ik zo. Ik doe eerst even de brief. Eerst de brief. Hi Bo en Roy, ik wil jullie gaan kijken door mijn vriendin. En dan zit er een plaatje van een konijn. Oh, dat is aardig. En we kijken jullie filmpje nu al heel lang. En ATG blijft leuk. Mijn favoriete series zijn alle Minecraft dingen. Sims, The Walking Dead, Beyond Two Souls en nog veel meer. Ik vind jullie helemaal geweldig. Zouden jullie terug willen... Dansen? Terug willen dansen? Er zit een dance move tekening ding erbij. Of jullie? Er is nog meer. Er zit memory bij. Oh, dit is memory. Wat is memory? Oh, ja, memory is een spelletje. Oh, dit is geschreven toen we 11.000 abonnees hadden. Nou, nu hebben we er... 20.000. Dus dit is een oude brief. Dat is een hele oude brief. Goed. Echt, hè? Royale boterham met sambal. Daag! Nou, die snappen we allemaal. Hé. Hey. Dankjewel. Maar we gaan het nu even niet doen in de video, want we gaan even snel door met de andere brieven. Anders komen die niet aan de beurt. Nee, want we hebben er veel te veel. Ik ga gewoon over met jouw beurt. Maar dankjewel. Alsjeblieft. Oké, okay, daar gaan we dan, hoor. Dit arm moet je even over. Zo, deze ging snel open.
Heerlijk, hier. Het vloept eruit. Het vloept eruit. Oh, ik zie postzegels. Ja, kijk uit, Bobby. Oh, dit is de envelop. Let's have a look. Ik plak de postzegel vast er gewoon op. Yes. Dit is, ik denk, de handtekening, hè? Ja, dit is voor de handtekening. Beste Aldi's Games. Ik ben één van jullie hele grote fans en ik kijk altijd jullie video's en jullie livestreams. Mijn favoriete serie van Roy is Beyond Two Souls en van Bo Outlast. En ik vind jullie de allerbeste, het allerbeste YouTube kanaal. Groetjes Lars. PS. Er zit een envelop bij en een papiertje waar de handtekeningen op kunnen. En willen jullie allebei twee handtekeningen zetten, ook voor mijn broer. Willen jullie een handtekening aan dit adres sturen? Nou, hey Lars, dankjewel. En deze handtekening gaat naar jou en je broer. Dankjewel. Ik pak even een hele grote. Een slobber. Dit is echt een slobber. Een slobber ding. Jezus. Nou jongens. Zo, wat zit erin? Kattensnoepjes. Alweer. Gaan we de kat weer blij maken hoor. Oh jee. Nou leuk. Oh, skipper sticks. Ik ga er een eten. Oh. En een brief. Waarom zo groot envelop? Wow. Die dacht van die willen we opvallen. Zo hé. Tekening. Aldi's Games logo. En nog een tekening. En nog een tekening waar onze Minecraft poppetjes op staan. En een brief. En ik denk dat dit degene is die hier staat. Dat, deze. Ja, je snapt het wel. Hallo beste Balroy. Ik ben Jeroen. Ben een enorme fan van jullie. Mijn fembo komt nooit aan. Dat is de zesde al. Sorry voor mijn handschrift. Ik kan gewoon niet netjes schrijven, maar oké. Je zegt hij komt nooit aan. Misschien omdat hij niet in de video is geweest, maar dan zit hij wel in de tas. Dus niet dat je. Het is niet als je hem bijvoorbeeld hebt gestuurd vandaag, dat hij in de volgende aflevering komt. Nee, dat was het niet. Dus niet dat denken. Ik vind alle Minecraft video's tof. Er zitten 5 briefjes in voor de handtekeningen. Zet erbij de namen Jeroen, Naamt, Jurre, Daan en Job. Zo hé! Hey. Door Sam, Bart, Rens en Damien kennen wij jullie. En Sam en Bart, jullie zijn awesome. Nou, Sam en Bart, jullie zijn awesome. Bo en Roy, jullie ook. En Bo en Roy, hoe oud zijn jullie? Wij zijn 17 jaar. Dankjewel. En we gaan kattensnoepjes straks even geven. Ja, en ik deze even bij. Voor de... Ja, voor al de namen. Dankjewel. Jongens, dit was het alles. Voor deze keer doen we een duimpje omhoog. Als je de duimpje omhoog vindt, niet leuk, want doe het anders weet. En ik heb de brief deze aflevering nog gezien. Don't worry, hij zit in deze tas en hij komt eraan. I promise, hij komt ooit. Ja, inderdaad. Dus als jij ook nog een fan wilt sturen, adres staat hier in de beschrijving. En abonneer je op Aldi's Games, zodat je alles ziet wanneer wij een nieuwe video uploaden. En vergeet niet, ga dan even kijken op onze website met de t-shirts. aldisgames.nl/pages/merch staat ook in de beschrijving. Bo, we gaan de mensen verlaten. Dag! Doei! Doei! Doei!